Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl We beginnen deze vrijdag met wolkenvelden. Heel lokaal kan er een spatje vallen. En in het noordoosten en oosten is ook gladheid mogelijk, want daar ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Maar in de loop van de ochtend komen er gaten in de bewolking, wordt het op de meeste plaatsen droog en dan breekt af en toe de zon door. Temperaturen zoals je ziet vanochtend nog koud, maar vanmiddag wordt het zo'n 5 à 6 graden. Dat is vrijwel de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Er dat heel weinig wind, dus op momenten dat de zon wel lekker doorbreekt, dan is het best aardig weer. Vanavond opklaringen, daalt de temperatuur weer rap. Aan het begin van de avond is het tot 2 graden. Aan het einde van de avond begint het al te vriezen. Nou, uiteindelijk wordt het zo'n 0 tot min 4 graden. Morgen overdag, nou, het valt eigenlijk wel mee. De regen die je hier ziet, die komt eigenlijk pas later in de avond. Tot die tijd is het droog en schijnt van tijd tot tijd de zon. Het wordt een graad of 6 en de wind draait naar het oosten. De verwachting voor zondag is nog lastig voor mij. Er is veel bewolking, dat is wel zeker. Dan waait ook een koude wind. Temperaturen dus 4 à 6 graden waterkoud. Maar hoeveel regen of natte sneeuw er gaat vallen is nog onzeker. Maandag ook nog enigszins wisselvallig. En dinsdag lijkt een droge dag te worden met zon. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.